Ja, bro, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Pim, ook een mooi kleutervier, nummer 1 Pokémon beesten. Maar wacht even. In deze video gaan we een Yu-Gi-Oh! Openmaken. Jongens, we hebben een hele display van Ghost from the Past 2. Een nieuwe Yu-Gi-Oh! Set die uitgekomen is met extreem zeldzame Ghost Rare kaarten. En Blue Eyes White Dragon kaarten. Dark Magician Girl kan erin zitten. Is niet normaal. En voor de mensen die het misschien niet weten, het is natuurlijk een Pokémon kanaal. Maar ik heb toen als klein kind heb ik echt competitive Yu-Gi-Oh! Gespeeld, verzameld, gespeeld. Ging ik heel Nederland door, namen allemaal spellenwinkels en dan ging ik dit spel spelen. Vond ik echt fantastisch en Yu-Gi-Oh! Heeft gewoon een hele nostalgische waarde in mijn lichaam. En hier zit dus de allereerste Blue Eyes White Dragon in. Wel extreem zeldzaam, dus we gaan deze box openmaken en ik wil graag van jullie weten of jullie ook iets met Yu-Gi-Oh! Hebben of dat jullie zeggen van nee, houd maar gewoon lekker bij Pokémon. En dat kan gewoon natuurlijk, hè. En ik ga deze box voor jullie openmaken. Er zitten 5 boxen in. En in elke box zitten 4 booster packs. En in elke booster pack zitten 4 of 5 kaarten. En die zijn allemaal glimmend ultra rare, zeg maar. Het is een soort speciale set wat je zo natuurlijk bij Pokémon ook wel kent. Met bijvoorbeeld Shining Fates of noem het allemaal maar op. Maar het is wel echt oprecht een hele vette box. Gewoon ook als display. Ik kan hem wel even uitpakken zoals hij in de winkel staat. Ghost from the Past, the second haunting. En er zitten de speciale Ghost Rare kaarten in. Ik heb gisteren op livestream heb ik er al eentje gepoeld. En dat ziet er dan zo uit. En dit heet dus Ghost Rare, ja, omdat er een soort van spiegel overheen zit. En deze kan je dus krijgen met een Blue Eyes erop of een Dark Magician Girl. En die zijn echt extreem duur. De Blue Eyes is volgens mij €250. En de Blue Eyes echt €350. Dus dat is super dik. Dus ja, deze gaan we openmaken. Heel erg dik. Er zitten ook Cyber Dragons in en weet ik wat allemaal. Maar de art van Yu-Gi-Oh! Is echt fantastisch. We moeten alleen nog even deze doosjes openmaken. Nou ja, zoals jullie weten, ik edit niet. Dus ik ga gewoon lekker met jullie babbelen terwijl ik deze boxjes voor jullie openmaak. Kijk, ziet er super dik uit. Er zitten dus 4 packjes in. En ik heb dus gisteren echt 400 packs opengemaakt. En maar 2 keer zo'n Ghost Rare gepoeld. Dus dat is zeg maar hoe zeldzaam het is. Dat is echt niet normaal. En ja, dat was gewoon balen. Ik wilde heel graag meer Ghost Rares natuurlijk. Maar ja, ik kan natuurlijk niet alles hebben in het leven. Deze gaan we aan de kant doen. Maar ja, we gaan zien of we in deze video er wel één kunnen poelen. Het is voor het eerst ook, en dat vind ik eigenlijk wel een hele uniek dingetje. Het is ook voor het eerst dat ik op mijn webshop Yu-Gi-Oh! Aanbied. Het is voor mij een beetje een stap naar de breedte. Ik heb altijd gezegd dat ik de grootste spellenzaak van Nederland wil worden. Ooit. Dat is het ultieme doel natuurlijk. En daarvoor moet ik natuurlijk niet alleen Pokémon aanbieden. Moet ik natuurlijk alle spelletjes aanbieden die er zijn. En ik dacht, nou weet je wat, dit is een hele toffe set. Het ligt ook dicht bij mijn hart. Dit is iets wat ik heel tof vind. Dus weet je wat, ik ga deze gewoon inkopen. Dus ik heb dit bij de groothandel besteld. En ik kijk even hoe het gaat. Ik kijk even hoe het gaat. We gaan een livestreampje doen. En die livestream is super goed ontvangen. Mensen vonden het super leuk. We hebben echt extreem veel pakjes opengemaakt. En mensen waren super enthousiast. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga er ook gewoon een video over maken. Kan mij schelen, joh. Ik dacht, ik maak er ook gewoon een video van. En dan gaan we gewoon wel zien wat jullie ervan vinden. Of die video goed ontvangen wordt of niet. Maakt me dan ook eigenlijk niks uit. Ik doe dit echt ook omdat ik het zelf heel erg leuk vind. Ik heb echt een passie voor cardgames, zoals jullie weten. Niet alleen Pokémon, maar echt voor alle cardgames. Ik vind cardgames gewoon ontzettend gaaf. En wat ik zeg, ik heb Yu-Gi-Oh! Van mijn 12e tot mijn 17e gespeeld. Ik ging elke dag naar school, ging ik naar een spellenzaakje om het spel te spelen. Ik heb bijna alle Nederlands kampioenschappen en Europees kampioenschappen gespeeld toen ik jong als kind dit spel speelde. Ik ben echt naar het buitenland geweest. Ik ben met Konami op pad geweest voor grote toernooien. Noem het allemaal maar op. Het was super leuk om te doen. We hadden echt een hele leuke groep mensen waarmee we het speelden. En ik heb er echt oprecht nog steeds vrienden aan overgehouden die ik op dit moment nog steeds heb. En die nog steeds echt een van mijn beste vrienden zijn. En dat is gewoon super gaaf. Het heeft voor mij gewoon heel veel opgeleverd. Ondanks dat ik altijd op school een beetje mee gepest werd, boeide me gewoon niet, weet je. Het was echt een groot deel van mijn leven. En ik vond het gewoon super leuk om te doen. En het interesseerde me eigenlijk geen reet wat mensen ervan vonden. Dus ook voor alle andere mensen, ik hoor dat natuurlijk wel eens, hè, van, ook van kinderen hoor je dat wel eens, weet je wel. Van ja, het is voor kleine kinderen en mensen vinden het niet leuk en dit en dat. Jongens, gewoon lekker scheid aan hebben. Ik ben vroeger ook mee gepest en kijk nu, hè. Kijk nu, jongens. Zitten gewoon lekker pakjes over te maken op YouTube en dan kan ik een hartstikke boel mensen blij maken. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Doe gewoon wat je leuk vindt, joh. Lekker boeien wat andere mensen ervan vinden. En daar gaan we. 20 pakjes Ghost from the Past. Sowieso zijn de arts van deze packs ook gewoon super dik. Kijk, met de Dark Magician Girl die je kan poelen. En natuurlijk de Cyber Dragon, die kan er ook in zitten eventueel. Dus dat is super gaaf. Mijn cam lagt een beetje. Ik heb de laatste tijd een beetje last van, maar ja.
Daar gaan we. We gaan sowieso even de arts kijken. Er zit ook nog een andere dure kaart in. Dat is de Aluber, heet die. Maar zo'n poelen zou ik hem wel even laten zien. Ik heb hem hier naast me liggen ook. Maar kijk even hoe goed deze art is van deze Yu-Gi-Oh! Kaartjes. Didi Lamia, Primitech, La Passion. Die namen zijn wel echt heel goed. Alien, Ammonite en Reptile. Ja. Ja, ik weet niet man. Het is, ik weet eigenlijk helemaal niet zo heel veel meer van Yu-Gi-Oh! Ik kan het spel wel een beetje spelen. Ik moet wel zeggen, er zijn een hoop nieuwe dingen bijgekomen waarvan ik de spelregels niet ken. Dit is een Fusion Monster. Vampire Duke. Sandwich, die is van vroeger ook nog. Er zitten dus ook allemaal kaarten in. Oh, nou, hier. Hoppa. We hebben hem gewoon. De Allure. Dit is een kaart van 15 euro. Daar hadden we er al een paar van gepoeld. Maar dit is heel goed, want dit is inderdaad een van de duurste kaarten. Het is set 15 euro. Kost deze. Het is niet zoals Pokémon. Yu-Gi-Oh! Is een stuk goedkoper natuurlijk dan Pokémon. Boosterboxen van Yu-Gi-Oh! Zijn ongeveer 60, 70 euro. In plaats van 140, 150. Er zitten wel maar 24 packs in natuurlijk. Maar alsnog wel een stuk cheaper. Deze zijn 15 euro. Deze doosjes voor 4 packs. Omdat het een special set is. Maar alsnog wel eens echt. Als je kijkt naar je Pokémon is het wel echt oprecht een stukje goedkoper. Daar gaan we. En dan op de laatste plek zou dan de Ghost Rare moeten zitten. Dark Contract with the Swamp King. Oeh, dit is ook... Dit is ook een van de duurdere. Deze 5 euro. Wel gave kaart. Dit zijn de enige twee waarvan ik weet die echt een beetje waarde hebben. Ik had deze ook al apart gehouden. Toen ik in mijn live opening gisteren wat dingen open heb gemaakt. Zoals je kan zien. Ik had er al een paar gepoeld. En nu heb ik er dus nog meer. Kunnen we mooi bij de stapel. Zo. Maar ik vind gewoon de art van Yu-Gi-Oh! Kaartjes mooi. En er zitten dus ook allemaal reprints in van kaarten van vroeger die ik zelf nog gespeeld heb. Als ik er eentje pool, dan zal ik het wel even laten weten welke dan echt van vroeger was. Wandering King, Crimson Knight en Dark Alligator. Er zitten, er zitten kaarten in van Ancient Sanctuary. Dat was een set die toen uitkwam. En ik weet nog dat ik daar een deck van had wat ik heb gespeeld op het spellenspectakel. Dat was heel erg gaaf. Princess Cologne, XYZ Monsters, Infusion Monster... En Galaxy Soldier. Heel tof. Gaan we een Ghost Rare poelen. Dat is echt de hype. Als we dat poelen, dan word ik echt gek, hè, jongens. Want ik heb dus gisteren 400 packs geopend. En ik heb dus maar 2 Ghost Rare. 2 keer dezelfde ook. 2 keer die Winged Dragon of Ra. En there we go, guys. The Agent of Force. Mars. En deze was inderdaad een van die kaarten van Ancient Sanctuary. Die speelde ik toen ook in mijn deck. Vision Hero Prisoner. Doom King. Balor Dog. Retaliate C. Geen idee hoe je dat allemaal zegt. En Majesty Hyperion. Maar zoals je kan zien, ze zijn dus allemaal ultra rare. Dat is wel echt super gaaf. Dat deze set dus allemaal zo glimmend zijn. En ja, het is gewoon hartstikke mooi. Hartstikke mooie set met mooie art, mooie reprints. En volgens mij zit er ook nog best wel sterke kaarten in voor de card game. There we go. Dotscraper. Insector. Dat was ook een deck vroeger, een Insector deck. Ik weet niet of dat nog steeds gespeeld is, maar kijk deze art even jongens. Crystal Beast Rainbow Dragon. Hele gave kaart. Sowieso al die dragons die ze maken in deze set zien er altijd super dik uit. Ik speelde vroeger ook een deck met Chimera Tech Dragon en weet ik wat allemaal. Cyber Dragon. Noem het allemaal maar op. Oeh, oh ja, dit zijn Pendulum Summons. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar dit zijn een nieuw soort kaarten die later zijn uitgekomen. Void Cauldron. Maar wat ik zeg, ik heb echt geen idee wat die kaarten doen of hoeveel het waard is. Ik weet dus alleen van die twee en van de Ghost Rares, maar ik vind gewoon die arts gewoon super dik. Oeh, wauw, deze dragon, die heb ik echt amper gezien nog. Nummer 97, Draglubion. Hele dikke, dikke kaart. Maar kijk even hoe sick deze art is van Yu-Gi-Oh! Met mijn Pokémon man. Dat maakt niet uit, toch? Ik zit gewoon lekker te genieten, joh. Lekker Yu-Gi-Oh! Een keertje openmaken. Ja, laat vooral even in de reacties weten of jullie Yu-Gi-Oh! Ook leuk vinden om te kijken. Of dat je zegt, kom op man, doe even gewoon weer Pokémon. Braxia Brightness, de Jiangxing. Synchro Monster. Oeh, en deze ook wel heel dik hoor. Go Dedede Divine Zero King Rage. Heel dik. Ja, ik vind het in ieder geval wel leuk om open te maken. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Natuurlijk, het zou ook leuk zijn als jullie het ook leuk vinden. Dan kunnen we dit vaker doen. Dan kunnen we ook een beetje azijstapjes maken naar andere card games. Misschien een keer Dragon Ball Z, Magic the Gathering, noem het allemaal maar op. Chimera Tech Fortress Dragon. Dit is inderdaad ook waar ik de code over had. Cyber Dragon plus Machine Monsters. Heel dik. There we go. Manjo the 10,000 Hands. Die heb ik ook nog gespeeld. Kun je Ritual Monsters uit je deck halen. En... Oeh, deze is ook wel vet. Old Eyes Rebellion Dragon Overlord. Die namen zijn echt mooi, hè, bij Yu-Gi-Oh! Lekker lang allemaal. Maar zoals ik al zei, ja, ik ging dus elke dag na school ging ik al naar zo'n spellenzaakje in Amersfoort. Dat heette ook gewoon De Spellenwinkel.
Het heet nu de spellenpoort, als het goed is. Ze hebben nu alleen geen speelruimte meer, zoals ze dat vroeger hadden. Niet! Niet! Holy fuck! Niet! Ik heb gisteren 400 packs geopend. Ik kreeg die Ghost Rares, maar niet, hè. En nu in het eerste doosje. De Blue Eyes White Dragon. De kaart die ik wilde. Wat? Deze kaart. Oh my god, ik moet hem sleeven. Oh my god, deze kaart is echt €250 of zo. Oh my god. Ik heb hem gewoon. De Ghost Rares. Wat? Niet. Dit meen je niet! Wat? Leo! Yes! Wat? Leo, gek! De chase card van de Sith! Blue Eyes White Dragon Ghost Rare! Wat? Ik ben in shock. Jongens, ik was gisteren zo tilted op mijn stream dat ik die Ghost Rares niet poelde. Ik heb letterlijk mijn stream gereeds kwit. En ik heb hier thuis op de bank, heb ik nog weet niet hoeveel van deze displays opengetrokken. Omdat ik gewoon een Ghost Rare wilde. Ik kreeg ze maar niet. Ik heb letterlijk 20 van dit soort displays geopend, hè. En we hadden 1 zo'n dragon, hè. We hadden 1 Ghost Rare uit 20 van dit soort openingen, zeg maar. En nu in de allereerste op video poelen we gewoon de ziekste ogen is. Ik ben in shock. Ik ben echt oprecht in shock. Let's go. Let's go. Ik ben echt zo blij, hè. Yes. Oh mijn god. Waar ga ik de rest nog openmaken? Holy crappa. Ik zei het nog, hè. Het is echt onmogelijk om te poelen. En we poelen hem gewoon. Ik ben in shock. Ik ben echt blij. Ik wilde dus eigenlijk vandaag in de video Eevee Tins openmaken. Die heb ik namelijk ook binnen. En dacht ik, nee. Ik wil gewoon nog even 1 displaytje van Ghost from the Past openen. Nou, ik kan gelijk ophouden met openmaken. Oh, dit meen je niet. Ik ben echt helemaal in shock. We did it. Nee, joh. Nee, joh. Ongelooflijk. Ja, ik zit wel de rest open te maken, maar ik denk echt van ja, waarvoor doe ik het nog? Ik heb de Blue Eyes. Ik hoef niks meer. Ja, misschien Dark Magician Girl er nog even achteraan. Holy crap. Holy crap. Ja, ik weet het niet. Ik ben helemaal stilgevallen in mijn video. Nou, dat gebeurt me niet vaak. Dat ik gewoon echt niet meer weet wat ik moet zeggen, gewoon. We hebben hem! De Blue Eyes, dat is precies waarvoor ik ging. Ja, voor de mensen die Yu-Gi-Oh! Kennen. Dit is natuurlijk de allereerste art van Blue Eyes. Uit het starterdeck natuurlijk, van Kaiba. De original art. Hele dure kaart dus. Gaat nu voor zo'n €250. En ik denk dat hij er wel meer waard wordt ook. Ik ben echt helemaal flabbergasted, jongens. Misschien ga ik hem wel laten graden. Dat is misschien ook wel dik. Ik heb namelijk ook al deze gepoeld. Ik poelde van de week ook nog deze uit een andere Yu-Gi-Oh! Box. De Alternate Art Dark Magician. En dan kan ik allebei laten graden. Ja. Ik ben echt helemaal van slag. Jongens. Holy crap. Ik ben echt helemaal verslag. Ik ben gewoon zo blij. Ik wilde zo graag. Ik heb echt voor honderden euro's aan boxen opengetrokken. Ik had gewoon bij de groothandel besteld, ook voor mezelf. Ik dacht van, weet je, ik vind het zo tof om open te maken. Ik ga er gewoon voor, weet je. Ik ga gewoon zo'n hele case voor mezelf opentrekken. Toen had ik niks en ik dacht nu nog 1 doosje. En we hebben hem gewoon. Hey, dames en heren. Ja, nou, als jullie Yu-Gi-Oh! Nu niet leuk vinden. Hey, jongens, dit is hem gewoon, hè. De Blue Eyes Ghost Rare.
Ik ben zo blij, hè. Kijk. Ik ben echt blij, man. Jongens, dames en heren. Als dit niet een like of een subscribe verdient, dan weet ik het ook niet meer. Ik ben echt zo blij. Hey, bedankt voor het kijken. Joehoe.